Zo'n 1000 Syriërs zijn lid geworden van ons opiniepanel. Daar kunnen zij hun mening kwijt. En het stelt ons in de gelegenheid om te volgen hoe het precies met ze gaat. Een jaar geleden. Nouri al-Ibrahim woont in het AZC in Almere. Zijn vrouw en 5 kinderen liet hij achter in Turkije. Nouri woont nu in een flat in Wormerveer. Mohammed al-Mahamid heeft een jaar geleden een huis in Rotterdam. Het probleem is de absence van de civil social organization who can give us a hand of help. Actually, we are as a Syrian refugee here, we are suffering a lot in the big cities because we are feeling lonely most of the time. Mohammed woont nog steeds in Rotterdam en zoekt nog steeds werk. أنا جئت من أجلهم لأجل أن يعيشوا حياة يقضوا حياة جميلة وسعيدة. الآن أنا أعيش من أجلهم. فطومي تعي بابا. يا بابا صار لي سنة وشوي سنة وشهر ما شفت أولادي. شفتهم من بعيد نازلين هنن يعني ما بقى بصدقوا يجوا علي وأنا يعني ما بقى بصدق إنه أمسكهم القطهم إنه من فرحتي وكنت فرحان كتير ومبسوط. Een derde van alle Syriërs in Nederland is het afgelopen jaar met zijn gezin herenigd. Mohammed wil studeren aan een Nederlandse universiteit. Hij haalt het staatsexamen B1 Nederlandse taal. Een uitzonderlijk hoog niveau voor iemand die hier pas 2 jaar is. Toch voelt hij zich nog altijd een beetje in de steek gelaten in Nederland. Ik voel alleen. Ik voel teleurgesteld. Ik was gek wat ik ga doen. Ik vraag iemand op de straat waar ik kan werk vinden of waar ik een school zoeken. De gemeente de sloten voor de huis en je kan doen alles. Maar in bijvoorbeeld alles. Ik heb mijn sloten in mijn huis in Syrië en geef je voor iemand. Ga daar wonen en doe alles. Het is echt moeilijk. Nouri grossiert in het jaar dat hij in het AZC zit in getuigschriften en certificaten. De geschoolde metselaar en stratenmaker komt in Nederland niet aan de bak. In Syrië is werk vinden veel gemakkelijker. Je gaat gewoon naar de bouwplaats. Nouri vestigt zijn hoop op zijn kinderen. Uit CBS-statistieken blijkt dat de tweede generatie immigranten het vaak veel beter doet dan de eerste. Onder Iraniërs en Afghanen bijvoorbeeld blijkt dat na 1 generatie het opleidingsniveau al behoorlijk in de buurt komt van de autochtone bevolking. 39% doet HAVO of VWO. Bij de Nederlanders is dat 47%. تبنوا مثلا تصيروا واحد مثلا طبيب او واحد مهندس او واحد يعني عشان تقدروا تعيشوا ما يعني مثلا انه من غير الشغل ولا عمل ما راح تقدروا تامنوا لقمه العيش ولا راح تكونوا مستقبل يعني بالايام my time is hard for better is my chance for working is better ja volgens mij is beter het gaat langzaam ja toen jij van de nul beginnen, alles is moeilijk en langzaam. Nouri en Mohammed hebben maar weinig negatieve ervaringen. Heel soms gebeurt er wel eens iets vervelends. مرق بيكون راكب على الفيتس انه طالع انه خانار نوتير خانار سوريا خانار سوريا نوتير انه مالكم مكان هون اوكي شو بدي احكي معهم نضل ماشي ما احكي مع الناس ولا وهذا الشيء يصطف له كل الناس كل انسان بيعبر عن نفسه محمد heeft kleine baantjes zijn universitaire diploma uit Damascus geldt hier niet hij heeft een 0-uren contract bij een enquêtebureau de hereniging met zijn verloofde die in Damascus zit kan pas als hij tenminste een jaar contract heeft eigenlijk mijn droom is hier in Nederland is voor normale leven is voor werk vinden mijn studeren
ga doorgaan als ik mijn diploma geldig doen. In een kleine gezin maken. That's it.